Dit is het uur van mooie mensen. Vraag maar aan mooie mensen. Dus leef je in, want mooie mensen, daar verrijk je je wereld mee. Met mooie mensen. Dit is het programma Mooie Mensen van zaterdag 9 april. Ik leg altijd uit wat het programma Mooie Mensen is en ook deze keer zal ik dat even doen. Een uur lang ongeveer ga ik met mijn gast praten over waarom iemand geworden is zoals hij is. Of hoe iemand geworden is zoals hij is. Hè, want ik had vanochtend nog met iemand over dat het, mensen kunnen heel vervelend doen, mensen kunnen heel leuk doen en zo. Maar er zit altijd wat achter. Waarom mensen zo doen. He, want ze hebben vroeger wat dingen meegekregen van thuis. Of ze hebben dingen meegemaakt die helemaal niet leuk waren. Of juist heel erg leuk. En dat is vaak de reden waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. He, dus de grootste boeven, dat kunnen nog heel erg leuke mensen zijn. Omdat ze gewoon vroeger in hun jeugd gewoon kut hebben gehad. En daardoor een beetje de weg kwijt zijn geraakt of zo. Dus ik vind het programma Mooie Mensen heel belangrijk dat we vragen stellen aan elkaar. Want je kunt wel een oordeel hebben over iemand, maar als je gewoon vragen stelt aan een ander, of vragen stelt over de situatie, zoals dat in deze coronatijd heel erg belangrijk is, of het lijkt een beetje over, maar nog steeds heel belangrijk is, dan kom je erachter wat er allemaal speelt en dan kun je eigen oordeel vellen. En dan maakt de wereld denk ik een beetje vriendelijker naar elkaar toe. En dan worden we meer tolerant naar elkaar. Nou, ik ga er een beetje van hakkelen. Oké, wat ik trouwens nog wel zeg is dat ik weer blij ben dat Willem Engel vrij is. Dat was de vorige keer ook zo. Maar ondertussen was hij weer opgepakt afgelopen zondag toen hij naar de Waalkade in Nijmegen ging voor de demonstratie daar. En hij is weer vrij. En de rechter die zei dat hij vrijgelaten werd, als ik het goed zeg, omdat de vrijheid van meningsuiting toch belangrijker is dan waarvoor ze hem hadden opgepakt in ieder geval. En hij mag gewoon weer zeggen wat hij wil. Dus dat vind ik heel belangrijk, want het is gewoon heel fijn als je in Nederland, tenminste als je denkt dat Nederland nog Nederland is zoals het eerst was, gewoon kunt zeggen wat je denkt en niet in een hoekje geschoven wordt en aan de kant gezet en gebagatelliseerd en zo. Dus dat is heel belangrijk. Nou, dit alles gezegd hebben, ik heb een nieuwe gast deze week en dat is heel erg leuk, want ik zeg nu wat ik denk waarom hij hier is en dan gaat hij het zo meteen zelf uitleggen waarom, hoe het precies zit. Maar volgens mij is het zo dat ik een agent hier naast mij heb zitten die nu net geen agent meer is, zelf de ontslag heeft ingediend. Maar daar ga ik al stiekem een beetje naar hem toe kijken. En in ieder geval bij het Forum voor Democratie in Hengelo zit en dat is Brian Geertshuis. Klopt het een beetje, Brian? Ja, klopt. Dankjewel dat ik hier mag komen. Dus tot nu toe heb je het helemaal correct. Maar heb jij, want weet je, ik had jouw stukje op LinkedIn gelezen, hè? Want daarom ja. Dacht ik, oh Brian wil ik graag spreken voor mooie mensen. Maar klopt het dat je zelf je ontslag hebt ingediend bij de politie? Klopt. Het was in mijn geval gewoon de minst slechte keuze van twee slechte keuzes. Het alternatief was, het was op een gegeven moment duidelijk van de organisatie die heeft mij al 2 jaar lang, heeft bijzondere aandacht voor mij gehad in verband met mijn afwijkende mening over datgene wat er over ons uitgerold is de afgelopen 2 jaar. Ja. En uiteindelijk is dat dusdanig geëscaleerd nadat mijn kandidatuur voor Forum voor Democratie in Hengelo bekend werd. Zijn journalisten gaan graven in het internetrail, om het zo te noemen. Mm. En daar is iets gevonden wat compleet uit de context opgeblazen is. Dat is een sensatieverhaal. Oh. Wat uiteindelijk geleid heeft tot ontzettend veel druk op de organisatie, imagoschade, zowel voor mij, de partij als de politie. Dus dan kom je in een hele andere dynamiek. Waarbij het op een gegeven moment duidelijk werd dat na alles wat er gebeurd was, de organisatie van mij afwou. Dat proefde je, dat voelde je. En op een gegeven moment is de optie wel voorgelegd van oké, we kunnen 2 kanten op of we gaan proberen jou via een ongeschiktheidsontslagtraject eruit te krijgen. Hè, met natuurlijk hele ongewisse uitkomst. En wat heel lang kan gaan duren. Okay. En
Ja, dat is niet echt iets heel verleidelijk. Hè? Ook al kun je principieel heel goed in je recht staan. En is het, nogmaals, een advocaat van mij die mij begeleid heeft, die heeft ook wel gezegd van de politie zal dan nog een hele zware dop aan krijgen als ze dat op deze manier voor elkaar willen krijgen. Ja. Maar ja, goed, er werd mij op een gegeven moment een escape aangeboden. Zonder allerlei juridische ellende en touwtrekkerij voor de rechtbank. Ja. En in het licht van alles wat er gebeurd is. Ik heb al 2 jaar lang aan de organisatie liggen trekken. Ik heb het niet echt voor elkaar gekregen, helaas, om fundamenteel daar iets te veranderen. Want ja, goed, ik was ook maar gewoon een simpele tussenhaakjes straatagent. En en soms dan geeft het leven je een beuk in een andere richting. En zeker toen het duidelijk werd dat het richting politiek zou gaan, heb ik gekozen van, ik wil gewoon daar mijn energie inzetten. Ik wil mij gewoon kunnen inzetten voor datgene waar ik in geloof, waar ik achter sta. En wat mij ook energie geeft. En en ik ga gebruik maken van die optie. En ik heb inderdaad in een goed overleg ontslag genomen zelf. En we zijn wel op een verre, eerlijke manier uit elkaar gegaan, zoals het. Oké. Vind je dat dus? Ja, gezien alles wat er gebeurd is, zijn we wel gewoon respectvol uit elkaar gegaan. Dat was niet met haat en nijd. Dat was ook een beetje de paradox waar ik zelf in zat. Van enerzijds heb je een warm team waar ik gewerkt heb op het laatst, waar je echt wel gemist wordt door collega's, want collega's het ook uitspreken, ex-collega's moet ik inmiddels zeggen, ja. Van jammer dat je weggaat. Dit had niet zo mogen gebeuren. En die het ook oprecht vervelend vinden dat het zo loopt. Mm-hmm. En anderzijds heb je een organisatie met een organisatorisch belang die vanuit allerlei invalshoeken druk ervaart om in elk geval de luis uit de pels te halen. En dat was ik in dit geval. Ja. Ja, niet alleen ik, maar in dit geval was ik wel even het hete hangijzer. Ja, precies. Ja. Ik wil er straks van alles meer over weten, goed? Want ik ga er even over nadenken en zo, want voor mij is het nog niet helemaal duidelijk hoe dat dan precies gelopen is en wat de aanleiding was, weet je wel, waarom wat ze die journalisten hebben opgediept en zo. Maar dat, misschien kunnen we daar straks even op terugkomen. Stel je voor dat jij jezelf voor moet stellen, willen stellen. Wat zeg je dan tegen mensen? Als jij, wie is Brian Geertz? Ja, op dit moment, Brian Geertshuis, 47 jaar, woont in Hengelo, happy single zoals het heet. Ik woon alleen met mijn kleine papegaai. Papegaai? Ja. Een pirura is dat. Dat is een Latijnse naam voor, het is niet een echte grote grijze roodstaat of zo, maar gewoon een maatje kleiner. Ja, wat leuk. Ja. Kan die praten? Ja, in zijn eigen taal. In zijn eigen taal, maar niet in de mensen taal, zeg maar. Nee, maar we begrijpen elkaar wel heel goed. Dus dat is... Ook een dier die niet kan praten, kan wel een heel rijk vocabulaire hebben. Ja. En dat en als je al 22 jaar met elkaar opgescheept zit, dan... 22 jaar? Ja, dan leer je elkaar wel lezen en begrijpen. Wat leuk. En af en toe dan moet je eventjes herinnerd worden aan wie er ook alweer de baas is. Maar dat... Dat zou je dan zeggen. Ik vind die papegaai helemaal leuk. Maar... Ja, dat snap ik. Weet je, ik hou van reizen, ik hou van motorrijden. Ik heb een hekel aan onrecht. En dat is ook de reden waarom ik natuurlijk ooit bij de politie gegaan ben. Ja. Omdat ik wel een bijdrage wil leveren aan een veiligere, een eerlijkere en betere wereld. Hè. Klinkt heel nobel. En maar goed, dat is wel een van de drijfveren. En ik denk ook oprecht ook wel dat het de drijfveer bij heel veel van mijn ex-collega's is. Ja. Dat je toch een verschil moet maken en een stap naar voren zet, waar anderen een stap naar achteren zetten. Ja. Of helemaal geen stap zetten. Mm-hmm. Dus, ja, zeker. Hey, en wat voor heb jij altijd in Hengelo gewoond of niet? Ja. Ja, en uit wat voor gezin kom jij? Ook bij je ouders vandaan, zeg maar, dat je daar hebt gewoond of niet? Ja, uiteraard. Ik ben gewoon opgegroeid thuis met mijn ouders en mijn broertje. En, maar in Hengelo dus. Ja, ja, dus je hebt altijd daar gewoond, begrijp ik? Ja, klinkt niet heel spannend misschien, maar nee, zo is het wel. Dus, met die papegaai en zo, leuk. Ik heb nooit reden gehad om weg te gaan. Dus. Nee, mooi. Hey, en uit wat voor gezin kom jij dan? Want je zegt van, ik heb iets met recht en onrecht en ik wil opkomen voor anderen en voor de dingen. Nou, jij zei het veel mooi. Maar wat,
waar komt dat vandaan, denk jij? Als je kijkt naar je opvoeding en zo. Ja. Ik denk toch wel dat het een stukje opvoeding is wat mijn ouders me meegegeven hebben. Vooral onze vader die was dat vaker van huis. Dus de feitelijke opvoeding die deed mijn moeder. Mm-hmm. Van mij en mijn broertje. En die heeft ons wel, zoals het heel mooi nobel heet, normen en waarden bijgebracht. Ja. Wij waren niet heiliger dan de paus. En dat ben ik zeker nu ook niet. En een leugentje om eigen best wil, dat vloept echt wel eens uit. Maar diep van binnen heb ik echt een heel sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. En of dat echt uit de opvoeding komt, dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Maar we hebben wel gewoon thuis geleerd dat je gewoon een goed mens moet zijn. En goed moet zijn voor elkaar en voor mensen en voor dieren. Ja. Dus dat was wel heel belangrijk. Ja, want daarom heb je ook een papegaai, zeg maar. Ja, goed, opgegroeid met Duitse herders altijd. Dus dat altijd dieren om ons heen gehad. Ja, ja? Wat voor dieren dan? Ja, Duitse herders, konijnen, cavia's, vogels waren er eigenlijk altijd. Ja, wat voor een huis woonde je dan? Gewoon een reiswoning? Of had je echt veel ruimte eromheen? Of, Onze moeder was gek op verhuizen. En dat hebben we dus in al die tijd dat we thuis woonden regelmatig gedaan. Echt gewoon in Hengelo de hele tijd verhuisd? Ja, okay. Om allerlei redenen. Dus, of de tuin was niet goed. Of de woning was te groot of te klein. De buren waren niet leuk. Dus wij pakten regelmatig onze koffers weer in. Mm-hmm. Regelmatig klinkt alsof we halve zigeuners waren. Hoe vaak was dat dan in je leven? Ik denk, dat we toch wel, voordat ik uit huis ging, hebben we toch wel 6 adressen gehad. Zo? Ja. Zo? Ja, want dan woon je dus wel in Hengelo, maar wel 6 adressen. Dus dat is nogal vaak, toch? Ja, voor mij was het normaal. Het was niet heel bijzonder of zo om te verhuizen. Nee. Je dacht niet van, daar komt ze weer. De laatste keer toen, maar toen woonde ik al niet meer thuis. En toen wou mijn moeder weer verhuizen. Maar ze vond het, haar gezondheid ging zelf een beetje achteruit. Waardoor ze zelf niet meer zo heel kan. Waardoor er heel veel op de schouders van mij en mijn broertje terechtkwamen. Toen had ik wel even zoiets van, moet het weer. Ja, precies. Ja, als je nog gewoon zelf kan beslissen en zelf kan organiseren, dan is het makkelijk. Ga maar lekker. Ja. En doe lekker wat je wilt, toch? Ja, maar, zo werkt dat. Ja, maar voor jou was het dus doodnormaal om te verhuizen. Maar kwam je dan ook steeds in een andere buurt met andere vriendjes en met andere mensen? Of hield je dan steeds contact met de plek waar je zat? Nou, er was altijd wel een harde kern. Kijk, Hengelo is niet zo'n grote wereldstad dat je aan de ene kant van de stad geen idee hebt wat aan de andere kant gebeurt. Nee, ik heb een aantal vrienden van die ik echt al heel lang ken. Dan maakt het niet uit waar je woont of waar je bent en wat je doet. En natuurlijk, als kleine kinderen kom je in een nieuwe omgeving. Dan natuurlijk nieuwe kinderen tegen waar je mee gaat spelen of ruzie maken of wat er dan ook maar nodig is. Ja, ruzie maken. Maar jij lijkt mij ook wel zo'n crossfiets jongen. Ik had een BMX'je vroeger. Ja? Ja. Ja, ik weet niet waarom, maar dat denk ik opeens. Ja, heel grappig. Ik heb vorige week een nieuwe motorbike gekocht. Dus, je bedoelt dat is een beetje een verlengde van BMX. Ja, precies. Ik hou wel van een beetje raag op een fiets in het bos. Ja, dat klopt. Ja, dat idee heb ik ook. En met je auto en zo. Ja, dat hoort een beetje bij elkaar of zo. Ja, het plaatje wordt langzaam compleet. Ja, precies. Ik ken je nog helemaal niet. Hè? Maar je hebt ook een staartje. Hè? En mocht je die bij de politie dan ook dan had je dat ook? Ja. Ja? Ja. En zeiden ze er niks van? Waarom zou een vrouw dat wel mogen en een man niet? Ja, weet ik veel. Ja. Maar hebben ze geen kledingvoorschriften, geen tattoos het gezicht of zo? Ik noem maar wat. Die tijd is wel geweest, wat langer geleden. Als politieagent mocht je niet met een tatoeage zichtbaar op je arm lopen. Nou, als je dat had, dan moest je dus altijd een blouseje aan met lange mouw. Echt tatoeages in het gezicht, dat gaat misschien wel een dingetje worden. Maar als je nu gewoon, je ziet het gewoon ook op straat. Ik bedoel, de politie die loopt er gewoon bij zoals de rest van de bevolking er ook bij loopt eigenlijk. Inclusief soms een piercing en ringen en een ketting. Alleen het uitdragen van geloofsovertuigingen, dat ligt dan wel gevoelig. Oké. Okay.
Hè, dus dat je niet met een grote kruis om je nek loopt in uniform, dat kan wel een probleem worden. Maar nou ja, haardracht en dat soort dingen, dat... Dat is eigenlijk wel apart. Want ik zit dan, wat zou dan, ik zit er gewoon te denken, hè? Waarom is het dan voor geloofsovertuigingen, zeg maar wel, een dingetje? En voor haardracht, oorbelletjes, piercings, weet ik veel, tatoeages en zo, allemaal niet meer zo... Nee, maar de politie die wil graag neutraal zijn. In elk geval qua religie. Mm-hmm. Want op het moment dat je met een kruis om je nek bij een islamitisch gezin komt... om vermelding dan ook af te handelen, dan kan dat wrijving veroorzaken. Ja, andersom net zo. Er is natuurlijk al een tijdje lang een discussie over vrouwelijke medewerkers bij ons van islamitische afkomst... die een hoofddoek willen dragen. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is echt een heet hangijzer. En daar... Ik ben blij dat ik daar niet de beslissing over hoef te maken. Want het is echt wel een heel gevoelig onderwerp. Ja. Dat blijkt wel. Ja. Maar nee, dingen zoals tatoeage, oorbellen, haardrachten, dat is eigenlijk allemaal wel losgelaten. Ja. Tenzij je, ik noem maar wat, een swastika op je hoofd zou scheren of zo. Ja. Dat kan wel een probleem worden. Ja, en, precies. Ja. Dus dat soort dingen. Hè? Dus het, waar ligt dan een beetje die grens of zo, denk ik dan? Want als je een dikke tattoo hebt, weet ik veel, met een doodskop erop of zo. En je dan bij mensen thuis, wie weet, zijn die er dan wel bang voor of zo, weet je wel? Ja. Dus goed, daar moest ik even aan denken. Maar wel, staat je heel leuk hoor. Ja, dankjewel. Ja, jou ook. Nee, maar goed, ik moest er gewoon om denken van hoe zou dat dan gegaan zijn? En heb je daar nooit commentaar op gehad of zo? Nee, gekscherend commentaar, maar niet van hé, ga eens even normaal doen of zo. Nee, dat werd altijd wel geaccepteerd. Dus als je bij de politie wil, je wil met een staartje solliciteren, dan kan dat gewoon. Dat kan gewoon, ja. Precies. Kom allemaal bij de politie. Ja. Zou je dat nog zeggen of niet? Ja, jawel. Het is niet zo dat, kijk, het werk is nuttig en het is belangrijk en... kijk, het feit dat het voor mij nu klaar is, wil niet zeggen dat die hele organisatie niet deugt of dat het werk niet deugt. Nee, het alternatief is een leven zonder, samenleven zonder politie, dat moet je ook niet willen. Nee. Natuurlijk gaan er dingen fout, gaan er dingen verkeerd en zijn dingen voor mij in die zin tussen haakjes een beetje tragisch geëindigd daar. Mm-hmm. Maar iedereen die graag bij de politie zou willen werken, die zou ik dat nog steeds aanbevelen. Ja. Want het is een hartstikke leuk werk en dankbaar werk. En, ja, zeker. Je kunt ontzettend veel, je kunt jezelf ontzettend goed ontplooien op allerlei vakken. Dus zeker doen zou ik zeggen nog steeds. Mooi. Heb je ook iets moeten ondertekenen dat je geheimhouding hebt of zo? Of dat je wel goed uit elkaar gaat, maar dat je niet bepaalde dingen mag vertellen of zo? Nou ja, goed. Kijk, natuurlijk heb ik een geheimhoudingsplicht over dingen waar ik kennis van heb. Waarvan je logischerwijs kunt zeggen van nou, dat is niet de bedoeling dat je dat met de buitenwereld deelt. Dat zijn gewoon, de gewone politiedingen? De zaken waar je mee te maken hebt gehad of zo? Ja, ja goed. En ook, weet je, hoe we exact uit elkaar zijn gegaan in verband met het ontslag. Ja, nee goed, daar kan ik verder ook niks over zeggen. Precies. Dus dat moet je ook voor tekenen, zeg maar. Ja. Ja, oké. Okay. Hey, even weer terug naar Hengelo, zeg maar. Je bent dus heel vaak verhuisd met je moeder. Jij vond dat normaal. Maar heb je enig idee waarom je moeder dat dan wilde? Want die voelde zich dan een beetje onrustig of zo. Had je, of niet? Ja, ze leefde helaas niet meer. Dus ik kan dat niet meer exact navragen. Maar nee, goed, er waren allerlei redenen om te verhuizen. En de ene keer was het omdat de buurt... achteruit ging. Een andere keer was het omdat... Zowel ik als mijn broertje op een gegeven moment uit huis gingen. Ik wat eerder dan mijn broertje. Die was 5 jaar jonger. Ja? Ja, waardoor zij natuurlijk in een veel te groot huis zat in de eentje. Op een gegeven moment waren mijn ouders ook uit elkaar. En toen zijn ze weer bij elkaar gekomen en weer uit elkaar. Dus het is ook een heel... het zijn ook allemaal heel veel bepalende dingen, zeg maar, die maken of je ergens... Of je ergens nog prettig woont, zeg maar. Ja. Hey, en dus je hebt een beetje een wiebelige vader en moeder, mag ik het zo zeggen? Nou ja, goed, niet qua persoonlijkheid, maar ja, goed. ze hadden soms een haat-liefde-verhouding. Ja, precies. Ja. En hoe was dat dan voor jou als jongen? Ja, dat was wel soms wel pittig. Het is niet leuk als je ouders conflicten hebben en... En ruzie hebben. En nou goed, het werd gelukkig ook meestal wel weer goed gemaakt. Maar
Ja, mijn vader had wel eens de neiging om bijvoorbeeld te laten komen met het, met het eten. Nou, was mijn moeder druk geweest in de keuken om, ik weet het nog goed, ze had boerenkool gemaakt met rookworst. En goed, maar mijn vader die zat nog lekker in de kroeg en daar was het gezellig. En die komt 1,5-2 uur later komt hij thuis. En toen had hij het, de dapperheid om ook nog commentaar te hebben op het eten. Nadat mijn moeder het weer vooral net had opgewarmd. En toen zag ik de buil hangen. En dat duurde dus niet lang of er vloog een pan met boerenkool door de woonkamer. Dus die boerenkoolvlekken hebben daar nog jaren op de muur gezeten. Echt? Die kreeg je niet meer weggepoetst, nee. Ja goed, en daarna was het ook wel weer goed. Maar dan af en toe dan ontplofte er even wat en maar goed, zo was onze moeder. Ja. En daarna dan was het ook wel weer goed. Ja goed, en mijn vader was ook niet de makkelijkste altijd. Die kon ook wel terugdenken. Wel wat tactischer zijn op bepaalde momenten. En soms brachten ze het slechtste in elkaar naar boven. En soms ook het allerbeste. Dus, ja. Ja. Ja, en dan zit je dan als kind een beetje tussen. Hè? Van die mensen die dan eigenlijk meer... Tenminste, als ik het zo mag samenvatten. Hè? Als ik het niet goed samenvat, moet je het zeggen. Maar soms zijn ouders... gewoon veel meer met zichzelf bezig en met die relatie onderling en zo. En dan vergeten ze daarbij een beetje dat ze ook nog 2 kinderen in jouw geval hebben. Waarvoor ze eigenlijk ook een mooie omgeving willen creëren. Waardoor die goed opgroeien of zo. Hè? Heb je zeg ik dat goed of niet? Nou, ik heb niet het idee dat zowel ik als mijn broertje feitelijk iets tekort gekomen is. Er werd altijd wel goed voor ons gezorgd. We hadden altijd te eten, te drinken en kleding en als er iets moest gebeuren, dan gebeurde het ook wel. Die helderheid van geest was zeker bij onze ouders altijd aanwezig. Ja. Ook hadden ze af en toe hun eigen strubbelingen wel. Dat wel gewoon duidelijk was in elk geval ook nog een ouderlijke taak lag. En dat, misschien dat dingen beter hadden gekund, dat wel liggen, maar... het was niet perfect, maar dat hoeft het ook niet te zijn. Nee, precies. Dus daar heb je eigenlijk geen. Dus dat was een ander beeld dat ik schetste dan jij had. Jij hebt gewoon een goed idee over je jeugd gehad dan. En ze hebben goed voor je gezorgd. En af en toe waren er van die dingen waarvan je denkt van, dat hadden we anders gekund, zeg maar. Ja, dat is denk ik inherent aan het leven. Ja. Mijn ouders waren niet perfect. Wij als kinderen waren ook niet altijd liefjes. Zo eerlijk moet je ook zijn. Ja, natuurlijk heb je dan af en toe wel een keertje dat de koppen tegen elkaar gaan. Ja, ja, ja. Letterlijk. Niet letterlijk, maar bewijzen van. Ja, zeker. Ja. Hey, maar wat heb jij daarvan? Heb jij daar ook iets, de manier waarop je ouders met elkaar omgaan gingen? Heb je daar ook iets van meegenomen in van, ik wil politieagent worden? Of was dat helemaal geen sprake? Nee, ik wou vroeger, toen ik klein was, altijd straaljagerpiloot worden. Ja. En dat, dus ik had altijd wel heel veel affiniteit met de defensie, vooral met de luchtmacht. En uiteindelijk is dat via een kleine tussenstop, opstap eigenlijk bij landmachtverbindingsdienst ben ik 3 jaar later bij de luchtmacht terechtgekomen als techneut. Maar stel je voor, je bent klein en je denkt gewoon, ik wil straaljagerpiloot worden. Ja. En dan, maar hoe kwam dat dan? Weet je dat? Ja, fascinatie voor vliegtuigen. En ik ben ooit een keertje meegenomen door mijn ouders toen ik nog een jochie van 4 of 5 was, denk ik. En toenmalige vliegbasis Twente, wat wij om de hoeken hadden liggen. Ja. Daar gingen wij in het zandpad staan en dan... stonden wij in het verlengde van de landingsbaan. Mijn ouders mijn vader zette mij gewoon op het dak van de auto. Ja. En die straaljagers die vlogen een paar meter boven mijn hoofd. En dat gevoel wat dat toen gegeven heeft, dat is nooit meer weggegaan. Dat wauwgevoel van daar wil ik bij horen, daar wil ik in zitten. Dat was eigenlijk, dat is er nooit meer weggegaan. En dat is altijd wel blijven hangen. Ja. En, dus ja, altijd heel veel interesse gehad in luchtmacht, vliegtuigen. En helaas, vliegen, dat zat er niet in, want ik ontbreek een wiskundeknobbel. Je moet dan wiskunde B hebben, geloof ik, of zo? Of ja, niet? Ik weet niet wat de toelatingseisen nu zijn, maar toen was het inderdaad wel HAVO met HAVO-VWO met wiskunde, natuurkunde en dat soort dingen. Ja, of universitair, dus dat was al best wel pittig. Nou, daar kwam ik net tekort, maar ik heb het als techneut, zeg maar, ben ik wel altijd heel dicht bij het vuur geweest. En dat is...
Ja. Dan moest je die straaljagers onderhouden of zo, of wat? Ja, ik was specialist, zoals het heet. Ja? Als specialist weet je heel veel van heel weinig. Ja. En, maar in mijn geval was dat de persoonlijke vliegeruitrusting van de vliegers. Dus dan moet je denken aan de helmen die ze op hebben, de zuurstofmaskers, harnas, anti-G-broek, nooduitrusting in de schietstoel. Dus een hele mooie tijd gehad. En ook de hele wereld over geweest met oefeningen, uitzendingen. Van links naar rechts, van Afghanistan naar Canada. Maar even detail. Ja. Jij was die pakkerspecialist, zeg maar. Of tenminste de hele dinges. Maar wat moest je dan precies doen? Bijvoorbeeld als er een riempje kwijt was. Of als er die schietsel moest je controleren of dat het nog wel deed of zo. Of, vertel eens. Ja, nou, het is echt, echt reparatie en preventief onderhoud. Van alles wat een vlieger aan heeft. Hè. Dat is wat De helm die wordt periodiek uit elkaar gehaald, wordt alles nagekeken. Helemaal uit elkaar gehaald. En dan haalde jij dat helemaal uit elkaar. Ja. Dan ging je helemaal al die onderdelen bekijken of ze nog wel helemaal goed waren. Ja. En dan gingen ze helemaal in elkaar zetten. Ja. Wat leuk. En net als met de schietstoel eigenlijk. En dan, want daar zit ook heel veel techniek in. Ja. Met parachutes en overlevingspakketten en dat soort dingen. Dus dat is allemaal best wel heel fijngevoelig specialistisch werk. En, kun je eens vertellen over die schietstoel, hoe dat dan een beetje zit? Hoe zo'n ding werkt? Nou ja, als niks in een straaljager meer werkt, dan is het enige wat je nog als optie over hebt om te overleven, inderdaad de schietstoel. En dan, dat is een activatiehendel die je moet overhalen. Doorgaans zit hij tussen je benen, maar bij sommige schietstoelen zit hij ook boven je hoofd. En dan, dan wordt er een sequence, zoals het heet, in gang gezet. En dan gebeuren er dingen zeg maar, op vastgestelde tijdstippen. Het eerste wat er gebeurt is dat de canopy eraf vliegt. Hè? Dus de glazen kap waar de vlieger onder beschut zit. Die wordt afgeschoten met de raketten. Vervolgens zit daar een kleine vertraging in. En dan gaat inderdaad de schietstoel, die gaat via de rails, inclusief de vlieger, wordt die eruit geschoten met een kleine raketmotor onder in de stoel. Ja, echt? Ja. Maar die glazen pui werd dus ook al met raketten omhoog geschoten. Ja. Maar ja, hoe groot zijn de raketten dan? Goed, moet je niet denken. Grote raketten. Dat zijn echt van die kleine explosieven, zeg maar, die onderaan die rails zitten waar die in vast zit en die dan, zeg maar, zorgen dat die echt even dit doet. Ja, gewoon. Oh, vervolgens vangt die wind en is die ook weg. Ja. Dus het zijn niet enorme explosieven of zo. Nee. Maar wel genoeg om het eventjes goed weg te schieten. Want wat je niet wil is. Wat er bijvoorbeeld in de film, wel bekende film Top Gun gebeurt, is dat Goose tegen de canopy schiet terwijl die uit het vliegtuig springt. Ik weet niet of je die scène kent. Nee. Dat hij doodgaat. Nee. Je kent Top Gun niet? Ja, Top Gun heb ik ooit een keer aan begonnen, maar nooit afgekeken. Oké, nou dat moet je wel een keer gaan doen. Maar dan schiet hij dus tegen die glaspui aan, zeg maar. Nou ja, dat moet dus niet gebeuren. Nee, dat moet niet gebeuren. Die moet weg zijn. Ja, en dan, de stoel, dan zit de vlieg op een gegeven moment in de stoel, in de luchtledige lucht. En dan, dan komt eerst aan de achterkant een kleine droog chute uit. Dat is een kleine parachute die zorgt dat de stoel afremt. Want de stoel die zit nog steeds aan die man of vrouw vast. Die zit steeds met riemen vast. Die zit nog steeds vast in de stoel. Ja. Dus je vlieger met stoel die vliegt door de lucht. En er zit een kleine parachute achter die hem afremt. Voldoende zodat de hoofdparachute kan ontplooien. Oh ja, ja. En ook dat zit weer allemaal vast met kleine tijdklokken. Want alles moet achter elkaar opvolgen. Maar het moet niet te snel gaan. Want dan stel je schiet een schietstoel uit het vliegtuig en je gooit meteen die grote parachute eruit, dan scheurt hij meteen door midden. Omdat er zoveel kracht is. Ja, dus alles moet wel binnen veilige marges komen qua snelheid en ook qua hoogte. Wat leuk. En, op een gegeven moment als je de hoofdschute uitgaat, dan worden de kabels ook automatisch doorgesneden waarmee de vlieger vast zit in een stoel. En dan valt de stoel ook echt fysiek omlaag van de vlieger af. En dan dan is het hopelijk smooth sailing naar de grond of naar de zee, net waar je vliegt. Moesten jullie dat ook wel eens oefenen? Ja, hebben we wel gedaan, ja. En heb jij in het zwembad. Het zwembad. Maar heb jij dat zelf ooit ook een keer gedaan of niet? Nee, ik heb nooit. Ik heb wel de oefening gedaan. Hè? Ook omdat wij als specialisten natuurlijk moeten weten waarvoor wij het werk doen. Is het heel belangrijk dat je ook een stukje beleving meekrijgt van wat ervaart zo'n vlieger dan. Dus we hebben ook wel een keertje die noodprocedure gedaan in het zwembad.
doen alsof we inderdaad net uit een vliegtuig gesprongen zijn. En zodat je ook weet hoe het bootje opblaast en hoe je dus zijn patronen activeert en dat soort dingen. Dus het is wel... Want als je in het water terechtkomt, krijg je dus een bootje erbij, zeg maar. Of hoe gaat het? Ja. Nou goed, het overlevingspakket onder in de stoel, dat is ingericht op het operationele theater, zoals het heet. Ja? Kijk, als je boven de woestijn vliegt, boven Afghanistan, wat de laatste jaren veel gebeurd is door de luchtmacht, heb je weinig aan een bootje. Dus dan wordt die boot, die dinghy, die wordt vervangen door extra water. Maar dat doen jullie dan van tevoren? Ja, uiteraard. Dus als je voordat je gaat vliegen, dan ga je dat helemaal bedenken van... Oké, waar zijn we? Ja, even helemaal bedenken. Ja. We zijn boven de woestijn, dus we doen een bootje weg, hup, water erin. Ja, goed, er zijn pakketten, zeg maar, voor verschillende scenario's ingesteld. Ja, je hebt inderdaad een survival pakket voor inderdaad boven water. Je hebt eentje voor boven de woestijn, eentje voor boven de jungle. En daar zitten andere dingen in. Omdat je gewoon in die gebieden behoefte hebt aan andere zaken. Snap ik. En dus dat is van tevoren is het allemaal al geregeld. Als wij weten dat wij een missie gaan vliegen toen de tijd boven Afghanistan, dan zorg je dat al die schietstoelen zijn uitgerust met met het survival pakket bestemd voor oefenen boven de woestijn. Ja, precies. En dan heb je andere dingen heb je daar nodig. Maar jij vertelde net dat die schietstoel op een gegeven moment van je afvalt. Hoe kom je aan het pakketje? Nou, dat is een heel technisch verhaal, maar die zitten onder het deksel waar de vlieger op zit. Ja. Wij zitten nu op een stoel. En dan klep je open. Je moet zo voorstellen, op het moment dat die stoel van je afvalt, dan gaat er een klep open waar je op zit eigenlijk. En daar zit een compartiment onder. En daar zitten weer twee hendels aan die aan je harnas vastzitten, waardoor je dat pakket als het ware onder je kont meetrekt. Oh, oké. Dus dat hoef je niet zelf voor te denken. Het enige wat je moet doen als vlieger, als je te aarde stort, is aan die gele hendel trekken en de rest gaat allemaal vanzelf. Oh, dus, gelukkig. Ja. Je zal er maar in zitten en denken van, mijn pakketje is kwijt. Wat een spannend beroep had je dan. Ja, dat was heel leuk, ja. Maar goed, het begon met jouw vraag van, heeft jou doen landen in dat proces? En dat was natuurlijk wel een stukje passie, maar inderdaad ook het werken in uniform. Dat is iets wat ook bij je moet passen. Wat vind je daar leuk aan dan? Ja, de veiligheid eigenlijk die het brengt. Ik denk dat ik... daar heb ik zelf wel een beetje over geanalyseerd. Ik heb af en toe, ook al was het thuis goed met mijn ouders en dat soort zaken. Ik viel als klein kind altijd wel op, want vroeger was ik knalrood. Ik had rode krulletjes en dat heb ik geweten. Kinderen kunnen gemeen zijn. Ik was de rode vuurtoren en de tomaten. Ik was zeker niet het populairste jongetje van de klas. En ik ben in die zin... best wel vaak verbaal en soms ook fysiek aangevallen. Alleen maar vanwege hoe ik op dat moment uitzag. En ik denk dat het in het verlengde daarvan, wat dat heeft mij toen de tijd best wel een heel onveilig gevoel gegeven, soms om naar school te gaan. In uniform heb je een gevoel dat je ook veiliger bent. En dat is eigenlijk misschien ook wel de reden waarom... in combinatie met mijn passie voor vliegtuigen, dat echt wel een heel duidelijk pad voor mij was. Ja, maar hoe was dat dan? Want je hebt inderdaad een rode baard, dat zag ik al toen je aankwam. Maar dat is hartstikke mooi. Het begint er een beetje grijs te worden. Hè? Ja, dan valt het niet meer zo op. Ja. Nee, maar aan de zijkant ben je echt helemaal mooi. Ja. Maar, precies. Ik kan me voorstellen dat als je dan fysiek zelfs of verbaal aangevallen werd vroeger, wanneer begon dat dan? Ook gewoon gelijk zodra je kon denken, zeg maar. Zodra je nog terug weet? Of? Eigenlijk vanaf het moment al dat ik naar school ging. Eigenlijk. Ja. Vanaf 5, 6 jaar of zo. Ja. Hoe vind je dat? Ik bedoel, wat eigenlijk zie je, hè, want om het even weer naar nu deze tijd te trekken bijvoorbeeld, zie je dat mensen gewoon heel goed in staat zijn om bepaalde mensen dus in een hoekje te zetten. Zo van, jij bent gewoon debiel of jij bent een wappie of jij bent... daar gaan we het zo nog even over hebben, tenminste als jij het goed vindt, over hoe dat nu was gegaan dan met die agentschap en zo en Forum voor Democratie. Maar dat begint dus al als je klein bent. Maar waarom doen mensen dat eigenlijk, denk jij? Ik denk om eigen onzekerheid te verbergen.
Ja, want weet jij wie dat dan deden en, ja, en kan je daarop terughalen van... Hey. Het is wel gelukkig al langer geleden en zo, maar nee, het was wel in de tijd, de pubertijd, hè, waarin vooral jongetjes zich moeten bewijzen nou ja, in combinatie met alfa gedrag. Even laten zien wie de stoerste en de sterkste is. Ja, goed. En dan wordt er gezocht naar een slachtoffer. En nogmaals, ik voel mij nu helemaal geen slachtoffer meer. En zo wil ik ook absoluut niet gezien worden, want dat ben ik verder niet. Ik bedoel, ik ben niet mishandeld of misbruikt of dat soort dingen. Nee, maar ik heb wel gewoon af en toe momenten gehad op tijdens mijn jeugd dat ik het niet dat ik het echt niet leuk vond dat hoe ik behandeld werd. Nee. Dat zou. Hoe ben je er uiteindelijk dan doorheen geslagen, zeg maar? Hoe heb je dat geregeld? Ja, op een gegeven moment. Ja, kom je in een vervolgstadium van je leven. En ik weet nog dat ik aan 18, 19 was. Toen ging ik naar de MTS. Waar in elk geval ook het... niks ten nadele van mensen die laag geschoold en opgeleid zijn. Maar de sfeer op de MTS was een stuk beter dan de LTS waar ik daarvoor afkwam. Ja, mensen waren serieuzer bezig met een opleiding en niet meer zozeer met, kijk maar eens eventjes stoer en dapper zijn en eventjes even die rooien een keertje tegen de fiets aantrappen of zo. Ja. Hè? Dat heel gechargeerd. Op een gegeven moment, ik weet niet of dat te maken heeft ook met de leeftijd of met inderdaad het iets hogere niveau van de opleiding dat ik ging volgen. Mm-hmm. Op een gegeven moment was dat weg. Oké, mooi. Ja. Ja. Dus je hoefde er eigenlijk, toen vervolgens ging het in de natuurlijke flow, ging het weer weg, zeg maar. Ja. Doordat je met andere mensen in aanraking kwam. Ja, en ik was ook absoluut niet agressief. Dat had ik misschien achteraf, had ik best wel een keertje wat vaker van me af mogen slaan, volgens mij. Ik kan me nog wel één keer herinneren dat ik wel een keer overstuurd thuis kwam en dat tegen mijn moeder vertelde. En ik vertelde ook, zeg maar, wie dat gedaan had. En wat was er gebeurd? Ik weet het echt niet meer. Maar het was wel iets waar ik in elk geval mij thuis heel zielig door voelde. En mijn moeder is daar aan de deur geweest en die belt aan en die jongen die deed de deur open. En mijn moeder gaf gewoon een klap voor zijn hasses. Echt? Ja, dus, wat cool. Ja, dat vond ik heel stoer. Ja, ja. Was je mee toen? Ik keek vanuit een kleine afstand keek ik toe. Nee, dat vond ik heel... heel gaaf eigenlijk. En was het afgelopen met die jongen? Toen was het helemaal klaar. Ja. Echt? Ja, klopt. Ja. Ja, en soms dan denk ik ook wel hoor, van... Goh, apart hè, hoe dat dan werkt. Want het is een en al psychologie hè. Mm-hmm. Want inderdaad, soms vaak zijn het de mensen die zelf dan ook allemaal... die misschien thuis dus helemaal niet leuk hadden. Mm-hmm. Hè? En die dan iemand pakken van... die gaan we lekker pesten en jennen en zo. Ja. En als ze dan dus een klap krijgen, denk ze... Oh, wacht eens even. We weten weer hoe de kaarten geschud zijn, zeg maar. Hè? Ja. En dat je dan... wat stoer van jouw moeder. Ja, die jongen zat een paar klassen hoger ook. Dus dat was ook fysiek voor mij... gewoon een grote jongen, maar je moest niet aan de kinderen komen van mijn moeder. Hoor. Dat is dus goed. Ja. Hey, maar ze leeft niet meer, daar sta je helaas al bij. Ja. Maar kon je goed met je moeder? Ja, ze was altijd de kern van het gezin. Ja. En wanneer is ze overleden? 2009, oudjaarsdag. Oké, dus dan was ze nog heel jong, of niet? Mijn moeder is 54 geworden. Mijn vader is wat langer overleden al, die is 44 geworden. Wat jong? Ja. Hoe kwam het? Ja, kanker. Allebei? Nee, mijn vader had kanker en mijn moeder had allerlei andere problemen. Dus dat, Dat is wel heel jong. Dus hoe oud was je toen al? Toen mijn vader overleed was ik... 19 was ik volgens mij. Heel jong nog, toch? Ja. Ze noemen niet echt een tijd dat je denkt van nou, of hoe ging dat bij jou? Nee, ja, goed. Met mijn vader had ik niet zakelijker contact, wil ik zeggen. Maar het was anders dan met onze moeder. Onze moeder was eigenlijk altijd thuis en zorgde voor ons. En was altijd eigenlijk de kern van het gezin. Onze vader was een beetje een... weet je, Rolling Stone, wherever you lay his head was his home, weet je. En hij kwam en hij ging wanneer het uitkwam. Ja. En dat leidde wel eens tot frustraties bij onze moeder natuurlijk. Maar ja.
Nou ja, goed, als onze vader er was, dan was het ook prima. Alleen daardoor hadden we wel ander contact met hem. Ja. En dat... Hij stond wat verder van je af, zeg maar. Ja, en op een gegeven moment toen... vlak voordat hij overleed, toen woonden mijn ouders niet meer samen. En nou goed, ik kwam wel bij mijn vader op bezoek. En toen had ik ook wel... Eigenlijk kreeg ik toen een veel betere band met hem. Omdat hij niet meer de rol van vader thuis had. Maar goed, hij was nu ook gewoon zeg maar, fysiek bij ons uit huis. Waardoor je ook anders met elkaar omging. Ja. In ons geval was het wel een verbetering, vond ik zelf. Ja, dus er was opeens een andere dimensie van met elkaar omgaan zeg maar, gekomen. Ja, dat is wel fijn. En dat was eigenlijk vlak voordat hij overleed, begrijp ik dan. Ja, een half jaar later is hij overleden ongeveer. Dus dat ging heel snel. Dat ging heel snel dan. Ja. Wist je toen nog niet dat hij ziek was of wel? Nee, dat wist hij zelf ook niet. Dus, of hij wist het wel, maar goed, onze vader ging nooit naar de dokter. En toen hij uiteindelijk naar de dokter ging, was het al veel te laat en uitgezaaid. Dus was eigenlijk niks meer aan te doen. Dus het was net op tijd dat je goed met hem omging. Zeg maar. Ja, Door hem nog beter met hem omging. Dus goed, ik had hem graag nog wat langer in leven gehad natuurlijk. Maar ja, dat heb je niet voor het kiezen. Wat had je dan gedaan als hij nog lang had geleefd? Had je dan dingen gevraagd of gedaan? Of? Ja, nee, goed, dan waren we, had ik daar wel willen investeren in een nog veel betere band met hem. Mm. Natuurlijk, ja. Ja, want heb je dat ook dat je dan, naarmate je ouder wordt, dat het steeds belangrijker wordt, dat soort dingen, of niet? Heb je dat? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, je leeft op als klein kind. En je moet gehoorzamen en luisteren naar alles wat je ouders zeggen. En op een gegeven moment dan probeer je daarvan los te vechten. En dan vind je je ouders maar stom en idioten dat ze jou je zin niet geven. Dan krijg je die fase. Ja. En dan komt er een moment dat je denkt van ik snap ook wel waarom ze de dingen deden zoals ze deden. Ja. En op dat moment moet je ook anders met elkaar omgaan. Ja, en dan blijken ouders vaak toch ook gewoon maar mensen te zijn. Want vroeger, als je klein, ik weet niet of jij dat ook had, maar als je klein bent, dan denk je nog dat zij echt alles weten. Mm-hmm. Hè? En dat zij, gewoon dat zij de weg wel kennen in de wereld en zo. Ja. Maar dat blijken ook maar gewoon mensen te zijn. Hè? Die met hun eigen ideeën en angsten en leuke dingen. Onzekerheden. En wat. Ja, precies. Zitten. Oké, het is wel een beetje, het beeld is wel een beetje weer meer geworden, tenminste, zo om jou heen, het hele verhaal. Ik zat er net nog te denken, wat je vertelde. Oké, maar we waren bij dat je die technische baan had, zeg maar. Ik weet niet, hoe noemde je het nou? Vliegtuiguitrustingsspecialist. Oké, vliegtuiguitrustingsspecialist. En bij Defensie dus. En toen, hoe kwam je dan uiteindelijk bij de... bij de politie terecht? Ja, ik ben op de vliegbasis Twente gewerkt, thuiswedstrijd. Door bezuinigingen is die locatie gesloten, waardoor wij overgeplaatst werden. Mm-hmm. In mijn geval was dat verder onder Nijmegen, vliegbasis Volkel, vlakbij Uden. Daar heb ik nog 5 jaar gezeten en alleen daar, het was steeds jaarcontract op jaarcontract. Ik kon niet dichterbij gaan wonen, een huis kopen, omdat ik nog steeds geen vaste aanstelling had. En ook op Volkel ging de bezuinigingsschaaf, die ging gewoon door. En ik had, op een gegeven moment zat er ook geen groei meer in en was ik klaar met datgene wat ik daar deed. En ik was zo vaak verhuisd dat ik het thuis zijn op een gegeven moment ook gewoon miste. Ja, want als je 18 bent en je elke avond met je kameraden bij de luchtmacht aan de bar zitten, dat is leuk. Maar op een gegeven moment ben je daar wel klaar mee. En toen was net de politie ook aan het werven. En ik had altijd wel met een schuin oog naar de politie gekeken. Mm-hmm. Ook omdat daar, voor mij een stuk meer baanzekerheid bij te vinden was. Plus het feit dat ik gewoon vaker thuis kon zijn. En toe was aan wat nieuws en aan verandering. En ik heb een sollicitatieprocedure gestart. En die bleven ook wel enigszins tot mijn verbazing gelukkig rollen. En was ik ook wel een boefje. Ja, ik heb ook wel dingen gedaan. Ik denk van, Wat dan? Ik heb heel wat geld naar het CJIB gebracht. Hè. Het zal geen geheim zijn, maar
toen ik net op mezelf woonde, heb ik wel een beetje flauwekul uitgehaald met vrienden. Ik bedoel, ik woonde op 10 hoog en alles wat niet meer bruikbaar was, dat ging van het balkon af. Dus ja, dat soort flauwekul. Ja. Dat is allemaal geen zware misdrijf of zo. Nee. Maar ja, wel dingen dat ik denk van ja, niet zo heel handig. En moest je dat dan allemaal vertellen? Nou goed, er werd op een gegeven moment natuurlijk wel een veiligheidsonderzoek gestart. En ja. Nou goed, en ze konden wel zien dat er een keertje iets, iets was voorgevallen bij mij op het adres. Maar ze wisten niet meer precies wat. Ja, goed, dat wist ik wel, want ja. Ik had een oude IKEA-kast op mijn balkon staan die helemaal schuin weggetrokken was. En nou goed, en na een gezellige avond met de nodige alcohol vond een vriend van mij het een goed idee om die kast naar beneden te gooien. Ik zeg, als je kijkt dat er niemand loopt, dan ik weet van niks. Dus het duurde niet lang of de hele IKEA-kast ging omlaag. Oh ja? Nou ja, goed. Totdat er een boel lawaai natuurlijk. En een half uur later ging de deurbel en toen stond de politie voor de deur. En moet ik iets over die kast vertellen. Die kast die stond bij mij in de woonkamer. En als ik een cd'tje kocht, dan plakte ik daar altijd alle stickers op van die hoesjes. Maar ook alle cd's die ik bestelde. Dus dan zie je hem al aankomen. Er staat boven een agent bij mij voor de deur met een stuk hout van die kast in zijn hand. Met daarop mijn naam en adres gegeven. dus ja, nou ja, goed. Nee, dus maar dat, ik heb de kast helemaal niet van de balkon afgegooid. Nee. Dus dat was een heel, was niet zo'n heel ingewikkeld onderzoek natuurlijk. Maar jij wist het natuurlijk nog wel. Maar, ja. Maar zij wisten het dan wel of een beetje. Want je zei even, ze wisten niet meer helemaal hoe het was of... Nee, ja, goed. Nou ja, dat kwam later natuurlijk. Zoveel jaar later kun je niet meer precies terughalen precies. Wat er allemaal precies is voorgevallen. Maar dat verhaal kon ik me nog wel heel goed herinneren. Dus bekeuring is trouwens gewoon netjes betaald door die vriend die kast naar beneden gegooid heeft. Ja? Maar, ja, natuurlijk. Ja, goed. Dus, ja, heel goed. Nou ja, goed. Uiteindelijk ben ik aangenomen bij de politie. Inderdaad, nadat ik 12 jaar militair geweest ben en in die hoedanigheid ook een keer uitgezonden geweest. En, hoe oud was je toen dan bij de politie ging? 37. 37. Ja. Oké, dus dat is nu dus 12 jaar ben je dan politieagent geweest, toch? Zeg ja, ja, 36 was ik toen ik aangenomen werd. Ja. Ja. Oké, 13 jaar dan. Ja, ja. Ja, wat goed. Voor die om agent te worden, moet je ook heel wat testen ondergaan en zo, toch? Ja. Ook allemaal hele snelheidstesten en intelligentietesten. Ja, cognitieve capaciteitentesten heet dat. Sporttesten, lees- en schrijfvaardigheid. Cool. Je gaat van die rollenspelletjes spelen om te kijken hoe je reageert op bepaalde stressvolle situaties. Ja. Ik vond het een spannend, maar ook leuk om te doen. Ja, maar daar ben je dus allemaal doorheen gerold. En, want je zei net dat het bleef gelukkig rollen, ondanks de kleine dingetjes die dan boven kwamen en zo. Hey, en ben je dan, je zei een ordinaire straatagent, hè? Maar werkte altijd op straat. Was je dan ook wijkagent of zo? Of je hebt daar van die gradaties in of zo? Of, taakaccent hebben wij. Taakaccent. Ja, ook okay, is dat een taakaccent? Wijkagent, zeg maar? Ja, maar ik ben nooit wijkagent geweest. Die ambitie had ik niet. Hè. Dat gezeur in de wijk over de katten van de buren. Oké, daar gaat het daarover. Ja, precies. Ik was, naast dat ik veel noodhulp deed, hè, dus de 112 meldingen. Dat deed je ook. Ja, dat is eigenlijk wel de kern van mijn werk. Hè. Ik was allround politiemedewerker zoals altijd. En dan begin je in de basis gewoon met het... met het melden van het afrijden van dat soort meldingen. En niet alleen maar 112 meldingen, maar ook de overlastmeldingen. En als er ergens in de buurt bekend is dat er veel drugstoerisme komt, dan rij je daar wat vaker langs. Je controleert auto's als je geen melding hebt. Dus dat deed ik heel veel. En daarnaast had ik ook inderdaad taakaccenten, zoals het heet. Ik was taakaccenthouder dierenwelzijn, dierenpolitie. Dus moet je denken aan de bestrijding van dierenmishandeling, dierenkwelling van gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren. Ja. Heb je zeker ook heel nare dingen gezien, of niet? Ja, goed, dat wel. Ook mooie dingen, gelukkig. Ja? Dus uiteindelijk als je een situatie kunt verbeteren, dan daar is waar je het voor je doet. Oké, okay, ja, en, dat kan natuurlijk ook, ja. En daarnaast was ik explosieven verkenner. Oh, echt? En, ook omdat de politie heel vaak als eerste in aanraking komt met bijvoorbeeld verdachte pakketjes, moeten de dingen georganiseerd worden. Hè. Er moeten huizen ontruimd worden, soms moet verkeer opgeleid worden. Maar daar kan ook een stukje analysewerk bij zitten. Hè, van
Stel, er staat hier een zwarte koffer voor een, ik noem wat, een Jumbo-filiaal. Of ligt die koffer ergens in een weiland? Hè? En dan kun je gaan onderzoeken, is er een dreiging op een bepaald pand? Ja. Ja. En, nou, dus dat hoort daar dan ook bij. Okay. Nou, plus de conventionele munitie die nog veel gevonden wordt in wat de oorlog. Wat is conventioneel? Ja, dat is zeg maar gewoon de oude meuk uit de oorlog die nog gewoon her en der in de grond ligt. De geweergranaten, de mortiergranaten, handgranaten, kleinkaliberwapens en dat soort dingen. Dus er wordt nog heel veel gevonden, hè. Vooral waar ik woon in Twente. Ja? Er is heel veel gebombardeerd in de oorlog en er ligt nog ontzettend veel in de grond. En daarnaast deden we ook de preventieve zoekingen. Dan moet je denken aan, stel er zou hier een hoogwaardigheidsbekleding komen. De koningin die komt hier, dan gaan explosieve verkenners eerst jouw kamertje en je keukentje onderzoeken of je niet ergens hier verborgen explosief hebt, eventueel met een snuffelhond erbij. Ja. Dus je komt op hele leuke plekken. Als Mark Rutte hier zou komen, dan moet je wel goed zoeken. Ja. Nee, goed. Nee. Mag niet zo natuurlijk. Wat spannend dan allemaal. Leuk werk of niet? Ja. Maar dan gaan we nu weer even naar waar we geleven waren, hè, in het begin. Want jij zei dus van, je bent agent. Hmm. Je was agent. En er is dus iets voorgevallen. De journalisten hebben iets opgediept, zeg maar, uit het verleden, uit jouw verleden dan. Ja. En wat ze dus te sprake hebben gebracht. En ondertussen zat jij al bij Forum voor Democratie. Was je daar al lid van? Ik ben al jarenlang lid, hè, van Forum voor Democratie. Ja? Dat is op zich geen geheim. Op een gegeven moment begin dit jaar is mijn naam uit de koker gerold om lijsttrekker te worden voor Hengelo. En ik was natuurlijk al wat langer bezig met dat proces, hè, want je kunt je niet zomaar opgeven van ik wil lijsttrekker worden of meedoen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nee, het bestuur beslist daarover aan de hand van trainingsdagen en selectiedagen. Hoe ging dat? Ja, er werd eerst een uitvraag gedaan, zoals het heet, van nou, we willen volgend jaar mee gaan doen aan gemeenteraadsverkiezingen. Wie voelt zich daartoe geroepen? Ja. En ik heb mijn interesse aangegeven. Nou, dan heb je een bijeenkomst waar het mee begint. En dan spreek je met wat mensen van het bestuur. En ja, die schrijven wat dingen op. En die vragen naar je motivatie, naar je achtergrond. Wat je hoopt te willen gaan bereiken. Nou ja, en dan komt er nog een keer een één-op-één gesprek met iemand van het bestuur. Waarmee ze wat meer de diepte op gaan zoeken. Mm-hmm. Vervolgens hadden we een trainingsdag in Raalte. Waar wij moesten leren samenwerken met andere kandidaten uit onze gemeente. En moesten we samen even een motie presenteren. En gewoon om te kijken hoe je samenwerkt, hoe de groepsdynamiek zit. Hoe je erbij staat, hoe je jezelf presenteert. En daarna kwam er volgens mij het gesprek in het hoofdkantoor in Amsterdam. Want dat bestuur is niet Thierry Baudet of zo. Dat zijn gewoon hele andere mensen. Zit hij in dat bestuur? Of hoe gaat dat eigenlijk? Ik heb er echt geen verstand van. Ja, nee. Thierry zit ook in het bestuur. Is ook een bestuurslid. Okay. Ja? En op de laatste dag, zeg maar, was het wel gewoon in Amsterdam. Op het hoofdkantoor. Daar zaten wel, zeg maar, de big shots aan tafel, zeg maar. Waaronder Thierry Baudet in mijn geval, met Freek Jansen zat erbij. En Joyce Wassenaar, Joris van Oetelaar. Dan moet je nog een keertje je verhaaltje doen. In een best wel, vond ik, intimiderende setting. Even laten zien dat jij de juiste persoon bent. Dus toen ik daar wegging, had ik er ook eigenlijk helemaal geen vertrouwen in. Ik denk, nou, het is volgens mij klaar hier. Maar, wat was er intimiderend aan die setting dan? Nou, goed, het gesprek was in het keldertje van het hoofdkantoor. En nou ja, goed, dus je zit eerst boven te wachten. Vervolgens word je opgehaald één voor één. Dus je zit al een beetje in die spanning zo bouw van, nou, die loopt naar binnen, die loopt naar binnen. En af en toe hoor je wel wat terug van, nou ja, die deed het goed en die wat minder. Ik denk, nou, hè, dat... En dat hoorde jij dan? Nou ja, goed, je hoort in de wandelgangen wel, alles en iedereen loopt door elkaar. Hè. Het is een heel vrij staande constructie die ze daar binnen hebben. En dat is op zich helemaal prima. Maar op een gegeven moment werd ik geroepen en dan moet je via de buitenom moet je naar beneden. En
Nou goed, dat is zo'n houten deurtje voor zo'n beneden aan het trapje wat niet open wou. Dus daar goed, uiteindelijk, volgens mij brak ik bijna de hele deur af toen ik binnen was. En toen, ja, nou dan heb je al meteen zo'n kakmoment. Hè? En, ja. Nou ja, goed, en dan zit je vervolgens inderdaad aan een heel grote tafel met, nou ja, daar mensen, daar iemand en daar en daar. Allemaal om jou heen eigenlijk. Ja, ja, en dan ben je de enige die hier zit en dan moet je maar presenteren aan iedereen, zeg maar. En ik weet nog dat, Thierry zat er niet overal bij, maar in mijn geval zat hij er wel bij. En hij zat op zijn telefoon te kijken wat hij wel vaker doet. En af en toe keek hij me heel moeilijk aan zo. Ik denk, zeg je nou heel wat raars of zo? Maar ja, dat, daar word je ook onzeker van dan, of niet? Ja, ja, goed, een beetje wel. Maar goed, ik had ook zoiets van, nou ja, ik ben wie ik ben. En als het niet goed is, is het niet goed. Dan is het ook prima. Dan. Ja. Maar nou ja, goed, uiteindelijk heeft het blijkbaar wel allemaal geklopt. En, wanneer was dit? Dit was, dat gesprek was december vorig jaar. 2021. 21, dat is echt nog maar kort. Ja. Kort geleden. Ja, is allemaal heel snel gegaan. Ja, want dat kwam dus eigenlijk misschien, want dat is mijn eigen invulling hoor, maar moet jij maar zeggen of het klopt. Dat Forum voor Democratie had natuurlijk op een gegeven moment de oproep gedaan van word allemaal lid van onze partij en zo. Hmm. Maar die zijn natuurlijk enorm gegroeid hè, in een hele korte tijd. We zijn de grootste ledenpartij van Nederland dan. Dus, echt op straatlijn te voorsprong. Ja, en daardoor hadden ze natuurlijk zoiets van we moeten snel uitbreiden of we kunnen uitbreiden naar andere contraien, zeg maar, hè, met de gemeenteraadsverkiezingen en zo. Het is een bewuste keuze geweest om aan 50 gemeentes mee te doen, ook omdat het een enorme logistieke operatie is. We hebben op dit moment in Nederland nog 344 gemeentes. Hè. Dat worden er wel steeds minder in verband met alle straalvergrotingen en gemeentelijke herindeling. Oh ja. Hè, maar, maar het is een enorme puistwerk geweest om dat, dat 50 gemeentes voor elkaar te krijgen. En goed, ik wist ook niet wat er allemaal op me afkwam en waar ik eigenlijk voor getekend had. Maar uiteindelijk valt mijn naam uit de koker en dan, dan komen de contactmomenten met de pers die natuurlijk heel geïnteresseerd zijn in je. En kijk, en als gemeenteraadslid van D66 of het CDA of de PvdA heb je eigenlijk van de reguliere pers helemaal niks te vrezen. Maar als je bij Forum op de lijst staat, dan ga je natuurlijk wel door de zeven. Hè? Dat is wat natuurlijk ook bij mij gebeurd is. En niet alleen bij mij, maar ook bij heel veel anderen. En en uiteindelijk is het zover gegaan dat ze mijn naam gezocht hebben. En dat ze een artikel hebben gevonden van nota bene een autoforum. Waar ik vorig jaar een keer een kritische opmerking heb geplaatst over het corona-vaccinatiebeleid. Waarin ik door middel van beeldspraak zeg van, ik hoop dat de verantwoordelijken voor deze waanzin een keer met de kop op het hakblok komen te liggen. Mm-hmm. Wat uiteraard beeldspraak is. Ja. Ik wil niet mensen letterlijk onthoofden. Maar zo is die wel geïnterpreteerd door de krant. Ja. En met alle, en dat is op die dag zo enorm gegaan. Dat is, het was eerst regionaal en toen werd het al TVO's en vervolgens was het Algemeen Dagblad en de Telegraaf. En aan het einde van de dag lag dit verhaal bij de ministerraad op tafel. Echt? Ja. Maar welke dag was dit? 17 februari dit jaar. Dit jaar? Ja. Ja. Dus ze hadden ergens opgetypt dat jij op een autoforum had gezegd van ik hoop dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de vaccinatieschade met hun kop op het hakblok terechtkomen, zeg maar. Mm. En dat was gewoon figuurlijk. En dan rolt dat dus helemaal uit als een soort van rollercoaster. Ja. En wat gebeurde er dan precies? Want jij woont dan in Hengelo. Ja. Stel ik me zo voor, in je huis. Dan zit je gewoon misschien, of weet ik waar was je? Ik werd 's morgens wakker gebeld door mijn teamchef. Van de politie. De politie. Dus. Ja, want dan was je dus nog bij de politie. Ja, klopt. En die zegt van, Brian, heb je het laatste artikel over jou vandaag al gelezen? Ik zeg, nee. Okay. Ik ben net wakker, zeg maar. Ik ben net wakker. Ja. Nou, dat was heel fijn wakker worden, kan ik je vertellen. Ja. Uiteindelijk wou die mij zo snel mogelijk spreken. En om te kijken van, wat is hier nou aan de hand? En wat moeten we hier nou mee gaan doen? Op dat moment gaan er zoveel dingen gebeuren. Komen er zoveel krachten links en rechts los en niet alleen mijn teamchef zich ermee bemoeien, maar ook de districtsleiding die heeft natuurlijk vragen die beantwoord moeten worden. En dat was die dag echt zo'n rare, ellendige dag waarin ik eigenlijk
de hele dag mijn eigen kop op allerlei internetpagina's tegenkwam. Ik denk, Jezus, wat ben ik aan begonnen? Ik was er echt niet op voorbereid. Ik was daar niet klaar voor. En toen werd mij wel duidelijk van, nou, hoe smerig het gespeeld wordt. Hoe erg je geframed kunt worden en hoe je geridiculiseerd kunt worden met halve bij elkaar geraapte verhalen. Alleen maar om een politiek voordeel eruit te halen. Ja. Want het is geen geheim dat Dagblad Subantia bij ons redelijk rood links gekleurd is. En dat, nou, helemaal prima. Maar als je het in de verslaglegging maar gewoon neutraal en netjes houdt. Ja. Maar dat gebeurt niet. Het is, ze hebben de afgelopen, in die maand ongeveer, ik denk 13 artikelen geplaatst over mij. En ook een keertje over een andere kandidaat raadslid bij ons. Ja. En van die 13 artikelen waren 12 min of meer behoorlijk negatief van toonaard. En eentje was neutraal. En dat is gegeven ongeveer weer, zeg maar, ja, waar ze je willen hebben. Ja. En dat, in het extreemrechtse, complotterige, compleet geradicaliseerde hoekje. Ja. Met de bedoeling om zoveel mogelijk electorale schade toe te dienen. Ja. Dus, hoe, 17 februari gebeurde dit dus allemaal. Explosie van media-aandacht rondom een uitspraak die je eerder een keer in een auto-dingetje deed. Ja. Maar na aanloop daarvan, hè, wat je zei, wat je noemde even in het begin, want ik had ook andere mening over corona-beleid misschien, of een vrij stevige mening. Ja. Maar had je daarvoor al met de politie ook dat ze wel eens zeiden tegen jou van, nou, wat je nu wel doet? Ja? Ik heb 2 jaar lang regelmatig gesprekken gehad. Ik ben vorig jaar maart tijdens mijn dienst ben ik met bijzonder verlof naar huis gestuurd. Dit naar aanleiding van een krantenartikel waar ik aan had meegewerkt op nieuws.nl was dat volgens mij. En toen was je ook al bij Forum en zo. En, nee, ja, had dat goed, er niets mee te maken? Nee. Dat gewoon is, met jezelf? Ja, gewoon vanuit mezelf. En goed. Ik ging ook naar demonstraties heen. En dat is natuurlijk ook voor ons gewoon een grondrecht. Alleen als je bij de politie werkt, dan wordt het heel snel heel spannend. Ja. En ik heb me altijd gewoon normaal gedragen daar natuurlijk. Ik bedoel, ik stond niet met ontbloot boven lijf met 2 bakstenen in mijn hand tegenover de collega's in de waterwerper. Nee, weet je, ik gedroeg mij gewoon altijd zoals het hoort. Maar dat vond vooral mijn oude teamchef, die vond dat heel, heel spannend. En die was altijd bang dat ik over de rand zou vallen. En nou, dus we hebben heel veel gesprekken gehad, ook inderdaad in het kader van mijn mening hierover. En, wat wordt dan gezegd in zo'n gesprek? Want wordt dan gezegd, nee, je mag het niet doen? Er werd mij wel eens een gebrek aan vertrouwen verweten in de politiek. En een gebrek aan vertrouwen in Hugo de Jonge, het OMT. Goh. Ja, dus ik vraag me af, en dat zeg ik echt met de beste bedoelingen, of die man daar nu nog aan terugdenkt, aan dat soort gesprekken. Dat hij nu denkt van, hé, maar misschien had hij toch wel eens gelijk, die Brian. Ik ben inmiddels door mijn complottheorie heen, dus dat... Maar is er wel eens iemand op teruggekomen dan, van, dat ze zeiden van, hé, maar vanuit de politie niet, nee, eigenlijk niet. Maar je had dus al 2 jaar lang had jij al heel regelmatig gesprekken, omdat je naar die demonstraties ging. Ja. En dus eigenlijk letterlijk als agent. Zit je ook bij die Blue Truth? Of, ik heb daar wel connecties mee, ja. Ik zit niet in de organisatie of zo, ik weet die mensen te vinden. En we hebben korte lijntjes. Ja, precies. Want dat was immers voor agenten, toch? Ja, die, of militairen en zo, die ook niet eens waren met het coronabeleid. Nee, we hebben zeg maar vanuit een Facebookgroep is er een andere groep ontstaan waarin we al vrij snel een aantal collega's vonden die inderdaad ook kritisch tegen het beleid aankeken. En van hoe gaan we daar nu mee om? Niet om te muiten of om de boel te escaleren, maar gewoon om een beetje steun bij elkaar te vinden. Van ja, weet je, hoe ga je op de werkvloer om met collega's die trots lopen te vertellen dat ze geboosterd zijn, maar toch nog weer 2 weken ziek zijn geweest. Ja. Het is natuurlijk een hele rare tijd waar we in terecht zijn gekomen. Ja. Ook binnen de politieorganisatie hebben wij elkaar gevonden, zeg maar. Dat is niet een spectaculair grote groep die een koerswijziging teweeg gaat brengen. Nee, dat niet. Maar we waren er wel voor elkaar en nog steeds wel. Dus, dat is wel heel fijn, of niet? Ja, ook niet nog wel. Kon je daar dan ook terecht op die dag? Want ik kan me voorstellen dat als je... hoe was die dag voor jou, zeg maar? Hoe voelde je je daarna? Of wat dacht je? Alsof ik onder een steen wou kruipen. Ja. Ja.
Dat kan ik me voorstellen. Dus absoluut niet iemand die bang aangelegd is of zo. Maar ik had die dag niet de behoefte om lekker over straat te fietsen. En dat was echt niet fijn. Nee, dat voelde ontzettend onveilig. Als mensen vervelende verhalen die niet kloppen en heel negatief over je gaan praten. En je zet een stap buiten, dan word je gelinched, zeg maar. Zo'n gevoel had je. Ja, dat klopt. Uiteindelijk heeft het ook wel... niet iedereen is gelukkig negatief. Er zijn gelukkig ook heel veel mensen die zeggen van... Nou, eindelijk iemand die de waarheid zegt. Hè? Nou ja, goed. Los van het feit dat het beeldspraak is, mag iedereen natuurlijk die mening hebben. Ja. Als je zo gefileerd wordt, ja, dat... Natuurlijk, dat doet iets met je. Dat zou raar zijn als het niet zo is. Want ik ben dat ook niet gewend. Ik had meer aandacht dan Glennis Grace, volgens mij, die ging winkelen. Dus dat was echt gekke werk. Ja, dat is... ik weet even niet... Oh ja, er was iets ook met haar, ja. Ik weet niet meer wat. Nou, ze ging winkelen. Toen kreeg ze volgens mij ruzie omdat haar dochter zo'n e-lighter had opgestoken, volgens mij. En was aangehouden en... Omdat ze daar met een knokploeg naar binnen was geweest. Ik weet het allemaal niet. Ja, zoiets, hè? Was ja, heel raar verhaal, maar in elk geval heeft hier ook niks meer te maken. Nee, dat heb ik. Maar oké, dus je bent helemaal... voel je je nu wel weer veilig? Ja, wel. Ja? En hoe is dat er weer goed gekomen dan? Kijk, uiteindelijk... alle nieuws maakt niet uit wat het is en hoe erg het is. Het waait over. En dat... dat is ook zo, ja. Kijk... natuurlijk nadat die uitspraken gedaan worden waren, of tenminste die uitspraken gevonden waren, was er natuurlijk wel wat commotie. Ook want de pers die gaat natuurlijk verder lopen pushen en graven en die wil natuurlijk reacties uitlokken van andere politieke partijenleiders in Hengelo. Die daar natuurlijk ook een keertje een plasje over gedaan hebben. Dus je denkt eigenlijk ook al wel van nou dat gaat nog een heel... gedoe worden straks in de gemeenteraad als ik daar kom. Ja. En ik moet eerlijk zeggen van ik bij de beëdiging is dat gelukkig ontzettend meegevallen. Ja? Dus we zitten daar allemaal omdat we daar gewoon een lokaal belang hebben om lokaal iets te gaan betekenen. Wij zitten daar niet om oorlog te gaan voeren met elkaar zoals het in de Tweede Kamer gebeurt. Maar goed, het zal best wel een keertje gaan botsen, ja. Want natuurlijk hebben wij wel een afwijkende mening over een aantal zaken die zeker waar gevoelige teentjes niet echt tegen kunnen. Maar wat zou nou eigenlijk, hetgeen zijn waar de mensen het meest over vallen? Ik denk het feit dat we toch wel redelijk anti-establishment zijn. En dat wij... iedereen heeft natuurlijk een mening over Forum. Hè. Los van ieders politieke voorkeur worden wij wel altijd weggezet als de extreemrechtse complotdenkers, om het maar zo te noemen. Mm-hmm. En alleen het dat wij dingen durven te benoemen die anderen niet durven te benoemen, omdat ze meegezogen worden in een narratief. Ja, dat maakt inderdaad dat jij het gevaar bent wat bestreden moet worden, lijkt het wel. Ja. En we zien het gewoon continu gebeuren. Dezelfde mensen die zich 2-3 keer hebben laten vaccineren en een booster shot gehaald hebben, die dat zijn nu de grootste Oekraïne supporters en Zelensky supporters. En nogmaals, wij kiezen helemaal geen partij in het conflict. Zeker op lokaal niveau moet je dat helemaal niet doen. Ik bedoel, dat zit zo ingewikkeld in elkaar. Daar moet je helemaal je vingers niet aan willen branden. Nee. Laten we het gewoon hopen dat het geweld en de ellende daar gewoon snel ophoudt. Ja, maar, voor iedereen. Ik vind het bijvoorbeeld, ik vind er wel wat van dat naast het stadhuis in Hengelo bijvoorbeeld de Oekraïnse vlag wappert. Nou, dat wou ik dus net zeggen. Ja. Want we zitten hier in Kampen. En elke avond dan is de brug is geel verlicht en de toren blauw. En toen heb ik ook aan de burgemeester geschreven. Hoezo kiezen wij als gemeente? Zeg maar, voor Oekraïne en dus tegen Rusland, terwijl je helemaal niet weet wat er aan de hand is. Ja. En waarom moet je sowieso tegen of voor iemand kiezen? Je moet gewoon iedereen helpen die daar vluchteling van is, vind ik dan. Hè? Ja. Maar dat vind ik zo apart. Dus dat hebben jullie ook. En dat zie je ook overal. Ik heb de afgelopen jaren geen vlaggen gezien van geen Palestijnse vlaggen gezien, geen Israëlische vlaggen gezien, geen
Nee. Geen Chinese vlaggen in combinatie met bijvoorbeeld de Tibetaanse vlaggen. Nee, maar Oeigoeren vlag of ja, zo, weet ik veel, en wat dan ook. En nu gaan wij in één keer als gemeentes gaan wij partij kiezen in een heel ingewikkeld internationaal conflict. Ja, nou goed. Idioot, hè? Ja, nou goed, je merkt wel op het moment dat je daar mensen op aanspreekt, dat ze gewoon direct zwaar in de irritatiezone schieten. Ja. En dat er eigenlijk haast geen gesprek meer te voeren is. En dat was bij corona natuurlijk ook zo. Ja. Hè? Dus zodra je vroeg van, maar waarom doe je dat dan, die booster of die prik of weet ik wat. Ja, gewoon omdat het RIVM dat zegt en dat vertrouw ik gewoon. Hè? En Hugo de Jonge die zegt dat het moet, dus ga ik gewoon doen. Maar zelf daar niet over nadenken, ja. Het blinde vertrouwen in de overheid, ja, dat ik kwam een lijstje tegen volgens mij een tijdje terug over, dat ging over vertrouwen in de media en daarin van allerlei Europese landen. Daar stond Nederland met kop en schouders bovenaan, met 82% van de mensen hier die vertrouwt dat berichtgeving hier juist en correct is. Oké. Ja, dat is wel een probleem. Dat is wel een heel groot probleem, ja. Daar moeten we nog wat aan doen. Ik had gisteren Gezond Verstand is weer uit, ik weet niet, heb je die ook of niet? Ik lees hem af en toe wel eens. Ja. Nou ja, wij zijn er lid van. En de voorpagina van het Gezond Verstand heeft altijd van die mooie tekeningen. En ik werd laatst, kwam ik opeens achter wie dat dan maakt. En ene Erik, altijd nooit achternamen komen als ik hier zit. Maar Erik Beelen volgens mij, maar dat weet ik niet zeker. Nou, in ieder geval, hij maakt hele mooie cartoons. En nu was dat dus met die Oekraïense vlaggen. Ja. En dat je alles van Oekraïne geweldig moet vinden, hè, wat we net eigenlijk bespreken. Ja. Maar alles wat Rusland is en Tchaikovsky en ik weet niet of... Ja, dat is een... alle mooie, mooie geschiedenis, cultuur en weet ik wat allemaal. Dat wordt verbrand door een man met een grote gasting. En ik had dat op LinkedIn gezet. En dan had ik gezegd van, waarom... we weten in ieder geval wat we moeten denken. Hey, maar eigenlijk wou ik daaronder zetten. Waarom moeten we eigenlijk denken dat Oekraïne geweldig is en Rusland niet leuk? En waarom moeten we eigenlijk denken dat corona verschrikkelijk is? En als je daar niet in gelooft dat je dan een wappie bent. En zo. Waarom zou dat zijn, denk jij? Ja, we leven nu in een tijd waarin wij te maken hebben met het feit dat je slechts nog een goedgekeurde mening mag hebben. En dat is natuurlijk bijzonder zorgelijk. Hè? Nederland is al lang geen vrij land meer. Daar begon je het interview ook ergens mee. In de hoop dat het een soort van normaal is. Want nee, het coronanarratief verhaal, dat gaat op een of andere manier later dit jaar weer terugkomen. Daar hoef je geen raketwetenschapper voor te zijn. Hè. Ik zag vanmorgen alweer een stukje in de krant verschijnen van onze grote vriendin Marion Koopmans. Ja. Die ons al waarschuwde van, er komt weer een combinatie van mutaties en varianten aan. Nou ja, goed. Het is nog erger dan nog, corona. Nog, ja, weet je, dus dit verhaal, dat blijft maar dooretteren. Ja. En op het moment dat je... wat we hebben gemerkt is nu dat er een bepaalde groep rechtsaf het bos is ingelopen. Die blind achter een narratief aanloopt. En hoopt dat het en erop vertrouwt dat het de juiste weg is. En op het moment dat mensen zoals jij en ik gewoon door blijven lopen in de richting waar we al naartoe onderweg waren. Ja, zijn wij in één keer de compleet losgeslagen idioten. Ja. En dat maakt het verhaal zo ingewikkeld. Ga je die mensen ooit nog weer... gaan we ons elkaar nog bij elkaar brengen? Ik vind dat eerlijk gezegd een heel moeilijke vraag waar ik echt geen antwoord op weet. Ja. Want ik denk wel dat we inmiddels wel best wel ver als samenleving uit elkaar gespleten zijn. Denk ik ook, ja. Waar gaan ze heen? Door dat bos? Wat is hun bedoeling? Ja, ik denk richting de afgrond van totale controle en semi-slavernij. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat je gewoon alleen, hè, wat je zegt al van de mening, die wordt al helemaal voorgevormd en je mag alleen dit denken. Ja. Dat zie je maar hè, met Willem Engel of zo bijvoorbeeld, zoals dat dan gaat, tenminste vind ik. Als je dat dus niet... Maar dat is misschien ook om ons al een beetje te kneden in van die totale controle, dat je inderdaad die corona-certificaat toch weer terugkrijgt. Hè, en daar allerlei privileges aan hangt. Als je dit doet, dan krijg je zoveel punten. Net zoals dat sociale creditsysteem in China. Ik denk het ook. Maar dan zit ik inmiddels op een berg in Portugal of zo, denk ik. Want dat lijkt me verschrikkelijk om aan deel te nemen. Lijkt je niet? Ja, dat, ik denk dat het heel goed is om rekening te houden met een plan B. Ik doe dat ook. En ik ga er ergens... ergens hoop je nog natuurlijk hè, dat dingen weer gewoon goed komen. Maar het zou naïef zijn om te denken dat...
dat het automatisch gebeurt. Ik neem aan dat je daarom ook in de gemeenteraad bent gegaan, toch? Ja. Ook bij Forum voor Democratie, omdat je hoopt dat je daar nog iets aan kunt doen, of precies, niet? Precies, dat je in elk geval een geluid kunt laten horen die, ook al is het misschien afwijkend van wat ze willen horen, maar wat naar mijn idee wel de waarheid is. En of het opgepakt wordt, dat vind ik, ik moet daar ook mijn weg in vinden. Ik ben ook nieuw in dit speelveld. Ik heb de installatie gehad en verder heb ik eigenlijk nog niet heel veel betekend in dit verhaal. Ik heb natuurlijk wel een heel sterke uitgesproken mening. En een partijprogramma wat ik ondersteun. Maar of het overal zal aanslaan, dat weet ik niet. Nee. Dat zal per gemeente zal er verschillend zijn. En, per persoon afhankelijk misschien. En we zullen gewoon ook de komende tijd weer heel erg aangevallen en aangepakt gaan worden. Ja, waarom denk je? Omdat het de afgelopen jaren niet anders geweest is. Nee, precies. Nee, er wordt er niet gewoon aardig tegen. Maar ik zit daar wel met het idee van, ik wil er nog wel een keertje aan gaan trekken, zeg maar. In de hoop dat je, ook al zit je misschien ergens aan het uiteinde voor je gevoel, dat je daardoor het midden weer een beetje op koers krijgt. Hè. Dat is... En als agent heb je ook niet anders gedaan, hè, lijkt me. Nee, altijd een bemiddelaar eigenlijk, hè? Ja, toch? Klopt. Een soort Verenigde Naties. Eigenlijk wel. Dus dat kun je heel goed gebruiken in je forum leiderschap. Maar dan heb ik jou gezien, want wij waren bij die bijeenkomsten van Hoogeveen. Hoogeveen? Ja, maar ik zit nu te denken, want Hoogeveen is, is Drenthe natuurlijk. Ja. En jij zit in Overijssel. Ja. Nee, dat klopt niet helemaal. Maar ik zat er aan na te denken. Nee, daar klopt helemaal niks van. Nee, dat was andere provincie natuurlijk. Ja. Nee, maar goed, dankjewel. Want de tijd is een beetje voorbij, zeg maar. We kunnen nog uren door praten volgens mij. Maar wat een mooi verhaal heb je verteld. Ik bedoel, je hebt heel wat meegemaakt in je leven. En ook heel veel leuke dingen. En een goed gezin gehad. En... daar mooie waarden en normen van gekregen. Je agentschap, ben ik het woord een beetje kwijt, maar vlieguitrusting expert, specialist, zoiets precies, ongeveer. Ja, maak er wat leuks van. Ja, en heel leuk verhaal van die schietstoel en zo, want ik zie het helemaal voor me hoe dat gaat. Heb jij nog een boodschap aan de mensheid die je nog de wereld in wil slingeren? Over misschien plan B of dat zei je net al een beetje, maar of over een tip die je nog mee wil geven of waarvan je zegt van nou, dat vind ik een goede boodschap. Ik zou gewoon eigenlijk iedereen willen zeggen van blijf bij jezelf, laat je niet gek maken en als het ergens donker is, wees zelf het licht. Kijk. Dat is een mooie. Ja. Dankjewel Brian, dankjewel. Voor het komen. En voor het mooie gesprek. Heel hartelijk bedankt. Ja, graag gedaan. Ik ga even afsluiten. Dit was Mooie Mensen voor deze week. Volgende week dan hebben we Willemijn van Brenk. En zij laatst zelf nog. Ik stond altijd bekend als de TikTok-juffrouw. Nou, ik heb gelukkig mag ik zeggen. Maar dat zeg ik altijd. Gelukkig nooit een filmpje van haar gezien. Van de TikTok-juffrouw, zeg maar. Omdat ik dan niet bevooroordeeld ben dat ik niet alvast weet hoe zij in elkaar steekt of zo. Dus ik ben heel benieuwd of ze daar volgende week even over kan vertellen. Heel hartelijk bedankt, Brian, zei ik al. En tot volgende week. Oké, doeg!